Nou, we hebben bijvoorbeeld in Rotterdam-Noord hadden we de kapsalon Divinity gevonden. Nou, Divinity, de cliëntele, bestond voornamelijk uit Turkse, Marokkaanse jongens. Die daar met z'n allen ook eigenlijk ook een beetje een soort huiskamer van hadden gemaakt. Gecombineerd met de kapsalon Sandra uit Zuid, Rotterdam-Zuid, die ook een buurtkapster was, maar waar dan weer voornamelijk de Hollandse cliëntele kwam. Dus dat was een aardige mix, omdat we dachten, als je die twee verschillende kapsalons in contact met elkaar brengt, heb je geheid, daar ga je dan een beetje vanuit, heb je toch een aardige spraakverwarring zou dat kunnen veroorzaken. Nou, dat is een beetje waar we nou op zoek waren natuurlijk.